We hebben net gekeken naar het grote zorgdebat. En mijn eerste vraag aan u is, wat moet er nu gelijk als eerst veranderen in de zorg? Dat wat net beloofd is, dat ze dat na de verkiezingen ook gaan doen. Nou, wat er volgens u nu het belangrijkste is om gelijk te veranderen in de zorg? Nou, in ieder geval de verzorgingshuizen opnieuw openen. De administratietijd halveren, zo krijgen we extra mensen. En natuurlijk voor de rest ook als het gaat om de bereikbaarheid van de ziekenhuiszorg. Wil ik heel graag dat de acute zorg weer wordt gefinancierd zoals de ambulance dienst. Waardoor streekziekenhuizen niet meer opvallen. Dat zijn omvallen. Dat zijn echt wel voor mij de drie belangrijke punten. En wat verwacht u erin van de zorgsector zelf? Nou, en wat ik vandaag hier zie, is dat ze nog steeds heel erg in geloven in hun eigen sector. En ook alle deelsectoren, de gehandicaptenzorg, de GGZ. Dus iedereen gelooft hier dat het beter kan. Maar wij zien al heel veel jaren dat er hier bezuinigd wordt en daar kosten terugkomen. En dat moet doorbroken worden, want de zorg is duur, maar ook waardevol. En dat moeten we meer gaan zien. Want we zien dat die zorgkosten in verhouding met BBP niet zo heel hard stijgen als wordt beweerd. Dus die paniek moet weg, zodat we de zorg beter kunnen maken. En als die beter wordt, wordt die echt goedkoper. En wat verwacht u hierin van de samenleving zelf? Dat ze gaan stemmen! En wat verwacht u dat zij kunnen doen om de zorg beter of toegankelijker te maken? Nou, in ieder geval niet bang zijn voor oplopende zorgkosten. Je ziet dat heel veel innovaties, ik noem er eentje de TAVI, die voorkomt open hartoperaties en zijn ook veel minder belastend voor patiënten. Wij moeten dus niet bang zijn voor kosten die we maken voor onderzoek naar innovaties. Want uiteindelijk wordt de zorg beter en goedkoper als we dat blijven doen. Dus u zegt, het wordt wel duurder, maar die kosten kunnen we opvangen? Voorlopig wel. De prognose van het CPB is dat de zorg minder dan 10% van het BBP blijft uitmaken. Dat is een technisch verhaal. Dat betekent dat de absolute aantallen wel stijgen. Maar in verhouding met wat Nederland uitgeeft aan onderwijs, defensie, politie, valt het allemaal reuze mee. Dus u ziet dat positief in? Heel positief. Ik doe dit nu bijna 17 jaar. Ik wacht nog steeds op de kentering.